Hallo en welkom bij de lunchpauze yoga. Ik werd gevraagd om een ontspannende reeks asanas te bedenken die in 15 minuten gedaan zouden kunnen worden, bijvoorbeeld achter jouw bureau. Dus ik heb dingen samengesteld die voor alle niveaus toegankelijk zijn. Eigenlijk heb je zelfs geen mat nodig. Wat je wel nodig hebt, is een kussen. Het liefst een stevige kussen, zoals deze. Wat je in huis hebt, of je kan zelfs een deken oprollen. Ik ga gebruik maken van een meditatiekussen. Want dat hebben we hier in de studio. Maar als jullie dat niet hebben, nogmaals, alle kussens zijn goed als ze iets steviger zijn. En een deken is ook prima. Je zou ook, als je merkt dat je minder flexibiliteit hebt, dat je een stoel nodig zou kunnen hebben bij een van de asanas die we gaan doen, een van de houdingen. Dus pak een stoel, zet hem in de buurt. Je kan trouwens de beginnende oefeningen doen op een stoel. Dus als je op een stoel zit, zorg ervoor dat je voeten op de grond zijn. Voor degene met een kussen, ga nu op je kussen zitten. Het liefst dat je heupen hoger zijn dan je knieën. Je kan op zo'n manier zitten. Of als je wilt. Zo zitten. Goed. Laten we beginnen. Vandaag wil ik jullie drie ademhalingsoefeningen leren. Pranayama's. Want ademhaling is de basis voor alle yoga. Tenminste, vinyasa yoga. En dat is wat ik doe. Begin met je handen op je bovenbenen. Palmen wijzen naar het plafond. We gaan drie keer de schouders omhoog en dan naar achter rollen. Adem in, omhoog en achter. Naar beneden. Nog een keer omhoog. En naar achter en beneden. Als dit niet prettig voelt, kun je ook je handen in je schoot leggen. Doe je ogen nu dicht. En adem een paar keer in en uit in je eigen tempo. Probeer bij de ademhalingsoefeningen je aandacht volledig te besteden aan je ademhaling. Laat de gedachten die in je hoofd spelen, de zorgen, de angsten, de e-mail die dringend beantwoord moet worden, laat ze even rusten. Voorbijgaan. Negeer ze. De eerste ademhalingsoefening die we gaan doen is de therapeutische ademhaling. Dat betekent gewoon dat we diep in en uit gaan ademen. Ik ga voor jullie tellen. We gaan 5 tellen inademen, even pauzeren en dan weer 5 tellen uitademen. Pauzeren, weer in en uit. Met ogen dicht. Ga samen met mij diep inademen. En met een diepe zucht uitademen. En hier gaan we. Adem in. 1, 2, 3, 4, 5 en wacht. Uit. 2, 3, 4, 5. Even wachten. Weer in. Wacht en uit. En wacht. Weer in. Wacht. Weer uit. En wacht. Weer in. In en wacht en uit.
ademhaling te blijven. Hoe voelde dat? Weet je rustig daarvan? Of kreeg je juist energie? Adem nog één keer diep in. En met een diepe zucht uit. En doe je ogen open. De volgende inademhaling breng je handen omhoog naar het plafond toe. Laat je pinken naar elkaar wijzen, je palmen wijzen achter je. En adem uit, handen weer naar beneden. Adem in. Omhoog, pinken naar elkaar toe. En uit, palmen naar beneden, duw dat lucht weg aan je. Adem in, nog een keer, palmen omhoog. Pinken naar elkaar toe. En uit, palmen naar beneden. En nu breng je jouw rechterpalm, ben aan het spiegelen, omhoog. Adem in. Even wachten, haal dat adem in en uitademen opzij. Adem in, weer omhoog en uit, handen naar beneden. Adem in, linkerhand omhoog. Hou vast, ademhaling, hou vast en uit, opzij. Adem in, linkerhand omhoog en uit, handen naar beneden. Nog een keer, rechterarm omhoog. Diep in, hou vast met je ademhaling. En uit, adem diep en langzaam. In, handen omhoog. En uit, handen naar beneden. Linkerhand, adem in. Hou vast. En uit opzij. In, hand omhoog. En uit. Hand naar beneden. Adem in, beide handen omhoog weer. Maar met je uitademhaling draai je naar rechts. En je handen komen naar beneden. Als je op de grond zit, dan probeer je handen je achterste hand achter je te leggen, neer te leggen. Als je op een stoel zit, kun je je hand achter je bib zetten. Je andere hand in je schoot. Oké, één diep ademhaling hier. Adem in. En uit. Kom de inademhaling, handen omhoog. Draai weer naar het midden. Adem uit. Draai naar links. En we herhalen hetzelfde. De gentle twist. Zou je je wervelkolom moeten voelen? Denk aan een rechte lange rug. En dat je twist eind vanuit je schouders. En dat twist draait voort tot aan je heupen. Nog één keer die in. En uit. En de volgende inademhaling. Beide handen omhoog. Draai naar het midden. En uit, handen naar je zij. Voor de volgende oefeningen moet je wel van de stoel af. En ik ga een mat gebruiken, maar het is niet per se noodzakelijk. Dus dat kan je ook op de tapijt doen of op de vloer. Als je zonder mat aan het werken bent, zorg ervoor dat je sokken uit zijn, zodat je niet wegrijdt. We gaan beginnen op handen en knieën. Dus je knieën zijn schouderbreedte of heupbreedte. En je handen zijn recht onder je schouders. Dus niet voor je, niet te ver naar achter. Dus kijk even, zie of het goed is. En wat we hier gaan doen is de kat en de koe oefening. Dat betekent dat ik in ga ademen, maak een ronding in mijn rug. Mijn kin gaat richting mijn borst. En als ik uitadem, doe ik het tegenovergestelde houding. Dat is de koe. Mijn kin komt omhoog. Adem in. Laat de beweging vanuit je bekkenbodem beginnen. Weer probeer omhoog naar je hoofd toe. Je hoofd is de laatste wat beweegt.
bewegen de hele tijd met een hele in- en uitademing. Nog één keer kat. En kom. Wat we nu gaan doen, is we gaan de heupen naar achter en de handen komen naar voren. Dat heet de kindhouding. Het is een basishouding, een rusthouding in yoga. Het is een heel ontspannende houding. Je kan je handen voor je leggen of je kan kiezen om je handen naar achter te brengen, palmen omhoog. Je kan ook spelen met je knieën. Je knieën kunnen wijd zijn, maar je buik een beetje tussenwicht. Of je zou kunnen kiezen om je knieën naast elkaar te brengen en daar de kindhouding te doen. Dus helemaal jouw keuze wat goed voelt voor jou. Ik breng mijn knieën iets wijder en ik zet mijn handen voor me. Mijn voorhoofd is op de grond. En ik probeer met mijn schouders te ontspannen, dat ze niet helemaal naast mijn oren zijn, maar een beetje naar achter. Adem hier. Nog twee keer diep in en uit. Eén. Twee. Volgende inademhaling. Kom op je handen en knieën. Want we gaan vanaf hier een gentle vinyasa doen. En dit is hoe we dat doen. Dus we ademen in, we komen omhoog. En als we uitademen, zie wat je hier in de spiegel of voelt het. Kom je naar beneden met de rechterrug, ellebogen naar achter, laat je lichaam. Adem uit naar de grond toe. Vanaf hier moet je schouder, je handen eigenlijk onder je schouder zijn, dus je moet je een beetje schuiven. En je kop omhoog, dit heet een cobra. Schouder naar achter, naar beneden. Cobra, doe jezelf omhoog. En naar achter, naar kindhouding. Adem in, handen en knieën. Adem uit, naar beneden. Adem in, cobra. En uit, duw jezelf naar achter naar kindhouding. Maak dit een vloeiende beweging. In, adem omhoog. Uit, adem naar beneden. In, adem, cobra. Uit, adem terug naar kindhouding. Stop niet. Maak een mooie beweging. Alles vloeit aan elkaar. En je ademhaling leidt. Met je volgende inademhaling, kom op je handen en knieën. We gaan nu naar de downward facing dog, neerwaarts kijkende hond. En om dit goed te kunnen doen, wil je eerst je handen op de juiste plek hebben. Dus handen weer onder je schouders. Handen en vingers zijn uit elkaar. En je middenvinger wijst recht voor je. Vervolgens kun je je tenen op je voeten zetten. En omhoog komen met je heupen. Misschien moet je een beetje naar achter komen. Misschien wil je een beetje meer naar voren komen. Ga er even mee spelen. De bedoeling hier is een lange rechte rug. Als je merkt dat je benen niet kunnen strekken, dat is niet erg. Benen mogen gebogen zijn, maar zorg ervoor dat je een rechte rug hebt. Het is niet een boging zoals dit. We gaan het opbouwen van de grond. Dus, duw de grond met je handen. Hou je duimen en je wijsvingers. Triceps zijn actief. Haal de schouders weg van je oren. En maak je bovenbeenspieren ook actief en sterk. Wat is hier spelen met ademhaling? Adem in, hielen omhoog. Adem uit,
keer naar beneden. Nog een keer adem in. En uit. Nog een keer in. En uit. Laatste keer hier omhoog. En hielen naar beneden. Nog drie heerlijke ademhalingen hier. Denk aan de actieve spieren. Duw jezelf even van de mat met je handen. Laatste keer diep inademen. En uit. En met je volgende inademhaling, knieën licht gebogen. Hou wervel, wervel omhoog. En je relaxed, ja? We gaan nu naar de volgende pranayama, de volgende ademhalingsoefening, dat ik aan jullie wil leren. Maar we gaan beginnen en we gaan de ademhalingsoefening doen in een van mijn favoriete asanas, dat heet Tadasana, Mountain Pose. Dus je staat met je voeten schouderbreedte, ongeveer, en parallel. We draaien naar buiten met de handen, zodat de palmen wijzen naar voren. Je kan de schouders omhoog brengen en naar achter. Keer hoog en naar achter. Het is een sterke houding deze. En voordat we de pranayama gaan doen, gaan we ook spelen weer met evenwicht. Het gewichtsverplaatsing, dus je kan naar voren komen met jouw gewicht. Naar achter. Til je tenen van de grond, lukt het je? En zet je tenen weer neer. Ik wil jullie uitdagen om deze asana en de pranayama met je ogen dicht te ervaren. Dus eerst je ogen dicht. Een paar keer rustig in en uitademen. We gaan nu de box breathing, vierkante oefening, ademhalingsoefening doen. En ik ga voor jullie tellen. We gaan 5 tellen inademen, 5 tellen vasthouden,
Vijf tellen uitademen. Vijf tellen wachten. En dan vijf tellen weer inademen. Laat ons beginnen. Oog dicht. Adem diep in. En met een diepe zucht uit. En hier gaan we. In 1, 2, 3, 4, 5. Hou vast. 2, 3, 4, 5. En uit. 2, 3, 4, 5. En wacht. 2, 3, 4, 5. Weer in. 2, 3, 4, 5. En wacht. 3, 4, 5 en uit. 2, 3, 4, 5 en wacht. 2, 3, 4, 5 weer in. En wacht. En uit. Wacht, 4, 3, 2, 1, adem weer in en uit in je eigen tempo zonder pauze. Nog één keer diep inademen. Diepe zucht uit ademen. Kan je ogen weer open doen. En we komen weer naar de mat toe voor mijn allerfavoriete asana-oefening. Dit kan je graag 's avonds doen. Als je moet ontspannen, als je wilt ontspannen, als je last hebt van, in slaap vallen, is dit een fantastische asana. Goed. Je kan het doen met of zonder kussen. Dus als je met kussen wilt doen, dan leg je je kussen. Je hebt ook een muur nodig trouwens. Nu is mijn voorbeeld. Leg je kussen weer tegen de muur. En dan ga je op dat kussen zitten. Zoals ik nu zit. Het is een beetje lastig om hierin te komen, maar het is wel de moeite waard. Hij gaat. Dan draai je om. En laat je benen op de muur zijn, zoals dit. Mijn bips is echt tegen de muur. Vervolgens leg je je handen opzij. Een beetje weg van je lichaam. Palmen wijs omhoog. En geniet ervan. Voor degene die yoga vaker hebben gedaan en eigenlijk een beetje uitdaging zoeken, kan je kiezen om je benen opzij te laten vallen. Maar dat hoeft helemaal niet, want eigenlijk gaan we voor de ontspanning vandaag. Dus benen samen, uitgestrekt tegen de muur. We gaan hier de laatste ademhalingsoefening doen van vandaag.
Dat heet three-part breathing. Jullie blijven in deze houding. Ik kan zitten zodat ik beter te verstaan. Oké, dus je bent aan het liggen, dus je met je ogen dicht. En je legt één hand op je buik. Adem in en uit naar je hand toe. Alsof al de lucht naar je buik toe komt. En weer via je longen weer naar buiten voelt. Breng vervolgens je andere hand boven je hart. En de volgende keer dat je gaat inademen, adem je eerst naar je buik toe. En daarna naar je hand die boven je hart ligt. En als je uitademt, maak eerst je buik leeg. En daarna laat je de lucht die onder je hart is ook naar buiten stromen. Buik, hart. Buik, hart. Als je inademt de volgende keer, adem je eerst naar je buik toe. Vervolgens naar je hart. En dat laatste stuk inademhaling valt onder je keel, in je keel, onder je sleutelbeen. Dat is de derde deel. Adem uit. Buik. Hart. Keel. Adem in. Buik. Hart. Laatste stuk naar je keel toe. Even wachten, hou vast. En uit. Buik. Hart, keel. Laatste keer in naar je buik toe. Hart, keel, hou vast. En uit. Buik, hart, keel. En nog een keer, per keer in en uit in je eigen tempo. Laatste keer diep inademen. En met een diepe zucht uitademen. Doe je ogen weer open. Hoe komen we hier eruit? Laat je beide benen opzij vallen. Oké. Okay. En probeer het vanzelf. Kom weer naar het zittende houding. Pak je kussen. Op je kussen zitten. Dan gewoon rusten op je bovenbenen. Dit zijn prachtige asanas om te ontspannen. En je kunt ze op ieder moment van de dag doen. Als je 5 minuten hebt, dan doe je gewoon 1 van de 3 pranayamas. Als je 10 minuten hebt, probeer je maar 2. Of je kan het 's ochtends en 's avonds doen of na een heel vervelend gesprek. En ik weet uit ervaring dat het heel goed werkt. We sluiten af met de begroeting die we altijd doen in de yogastudio. De vertaling daarvan is: The light in me sees the light in you. Met andere woorden, namaste.